Hevige regenval in de afgelopen nacht heeft haast elke straat in Paramaribo en omstreken blank gelegd. Waar het water bij de start van de dag op vele plekken was weggetrokken, waren andere gebieden nog steeds overstroomd. Het derde kwartaal van het schooljaar 2022-2023 zou vandaag moeten starten, maar door de zware regens hielden de meeste scholen hun deuren dicht. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt bekend dat afhankelijk van de weersomstandigheden de scholen morgen 25 april normaal open zullen zijn. Ondanks deze mededeling vanuit het ministerie om vandaag geen les te geven, waren er toch scholen die hun leerlingen langer op school hielden. Voor wat betreft de zware regenbuien meldt de Meteorologische Dienst van Suriname, MDS, dat vanaf 17 april er een toename was in de geaccumuleerde neerslagtotalen. Hierbij is er neerslag tot wel 66 mm gemeten. In het afgelopen weekend zijn zich meer onweersbuien gaan vormen door een bepaalde golf, waardoor we zware aanhoudende regenval hebben ervaren. De MDS zegt ook dat in de avond van 23 april de onweersbuien zich vanuit het noordoosten hebben verplaatst richting het kustgebied van Suriname. Het gevolg hiervan is het vormen van actieve clusters van onweersbuien boven het noordelijke deel van Suriname. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBUS, zegt dat de regering sinds gisteravond in een crisisteam bezig is maatregelen te nemen. Het zou volgens de bewindsman een overlastprobleem zijn, waar niet veel aan gedaan kan worden, maar dat de regering had besloten dat ministeries en andere instanties waarvan het personeel niet uit huis kan, gesloten bleven. We zullen natuurlijk blijven voorzien in dat alle diensten zo goed als mogelijk bereikbaar blijven. Er zullen altijd urgente situaties zijn. Maar ook het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken is gevraagd om alvast zich voor te bereiden op gezondheidszorg. Dat die beschikbaar is en ook voorzien kan worden. En daarnaast dat het ministerie van Sociale Zaken met voedselpakketten ready is om daar waar nodig hulp te bieden. NCCR doet een evaluatie op dit moment en zal kijken of er gebieden zijn waar onmiddellijk hulp verleend moet worden. Of het nou relocatie is of dat ze geholpen moeten worden in termen van wateroverlast. Dat zullen we nog zien. Vanmiddag komt het watercrisisteam van de regering bijeen via virtueel, zodat we zo groot mogelijke participatie kunnen hebben. En we hebben ook gevraagd aan staatsolie naar een stand van zaken van het waterpeil in het meer. En zij hebben ons verzekerd dat er voldoende ruimte is in het meer, in termen van de waterstand, om die excessieve regenval vooralsnog op te vangen. We kwamen de burger Sudesh Ramdat Tiwari tegen, die stelde dat het probleem met wateroverlast alleen maar groter wordt omdat bepaalde gebieden verkaveld zijn, terwijl die eigenlijk nooit mochten worden uitgegeven, zoals Paramaribo Noord. Volgens Ramdat Tiwari kunnen de pompgemalen hun werk niet doen wanneer het water hoog staat in de rivier. De enige oplossing tegen wateroverlast ziet hij wanneer een ieder zijn huis gaat verhogen. Maar de regering gaat niks kunnen doen wat we hebben geen nieuwe ontwateringsprojecten. Men moet bemoeien en eigenlijk dan weer in werking stellen. Dat ontwateringsproject van Pomona, dat naar de zee ging. Die moet men weer proberen, dat project moet weer opgestart worden dat het water afvoert naar de zee. Oké, zegt u dus dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen om hun eigen erven te verhogen? En gedeeltelijk wel. Maar vooral die mensen van Noord, die gaan altijd blijven zoeken. De meteorologische dienst zegt dat de intensiteit van de regenval dinsdag zal afnemen. In de loop van de week kunnen volgens MDS, voornamelijk in de middag en vooravond, matige tot soms zware kortstondige onweersbuien verwacht worden.